altijd lekker om te horen, want meestal is het na een doelpunt. Dus ja, laten we maar zo vaak mogelijk horen. Ja. Het gaat goed met de club en ja, individueel met mijzelf ook. En ja, omdat we lekker aan het ballen zijn, de resultaten gaan goed. En ja, daar kan ik een, ja, denk een belangrijk aandeel in spelen. Dus ja, lekker gevoel. Kansen die ik voorheen miste, die gaan er nu wel gewoon in. En ja, ik moet zeggen dat ik ook een stuk ja, misschien wel volwassener ben geworden. Omdat we natuurlijk in een hele periode ook het gewoon lastig hebben gehad. Vorig seizoen heel zwaar seizoen gehad. Het heeft natuurlijk ook wat met mij gedaan. En ja, daar nu toch wel ja, schouders erachter en met z'n allen gewoon gaan. En dat heeft bij mij ook geholpen, denk ik. Ja. Sander van der Streek is een Noest-arbeider die altijd voorop gaat in de strijd, die nooit verzaakt. Een jongen die een grote toekomst voor hem had. Dus het is wel dat Sander van der Streek op heen heel veel vertrouwen straalt. Hè. Als ik op de training is, just, het is eigenlijk elke bal die erom rekt is goed. Prutten richting de goal, goede loopacties, dus ja, alles valt en zit wel mijn vertrouwen. Ik krijg met name vanuit zijn zaak waarnemen door dat er veel naar hem geïnformeerd wordt. En nou, de kans reëler wordt dat hij aan het eind van het seizoen wel eens verkocht zou kunnen worden. Ik heb het nu op dit moment naar mijn zin hier natuurlijk en het gaat goed. Dus ik hoef in principe niet in de winterstop weg. Maar ja, als er gewoon een mooie club komt met een goed aanbod, dan zeg nooit nooit nee. In principe is het zo dat wij natuurlijk altijd als club bepalen of spelers wel of niet verkocht worden. En in de winterstop heb ik niet al te goede ervaringen met verkopen. Weet je eigenlijk wanneer jij voor het eerst bij Cambuur in de spits werd neergezet? Heerenveen uit. Volgens mij, ja. Eigenlijk komt het experiment een beetje uit de hoge hoed van Henk de Jong en Sander van der Heijden. Hebben ze het goed gezien? Ja, dat denk ik dan wel. Ja, natuurlijk. Ik ben zelf wel een persoon die graag op de goal schiet en veel op de goal schiet. Daar train ik ook veel op. Dus ja, en als ik dan rondom de 16 kom, dan ja, nu gaan ze er lekker in. Dus ja, geen klagen. Nee. Zelf zingen? Ik kan hem zelf wel zingen, ja, maar ja. Ik ben zet ik hem in? Nou ja, dat hoeft ook weer niet. Nee? Ik kan niet zo heel goed zingen, dus laten we maar lekker bij voetbal houden. Nee.